I'm tryna get it on. Break it down, break it down. Not the time to tell me simmer down. I don't care if I'm being too loud. Matter of fact, I got one more round. So please don't ruin my. I'm just tryna have a good time. Do my dance and let go tonight. If you're not into it, then bye. So go on. Cause they playing my song. Get it, get it, get it, get it, get it. Het fucking champions proberen, kort of zo, vanger het airpad aanpakt, maar daar ben je. Son of Mega Lover, son so bad. Ben je niet kwalificeerd? Ai, nou. Ai, wai, wai, wai. Ah, oh, mijn man, ai, nou. Dan! Ik ben live, kom kijken! Ik ben gewoon gechanneld. Dan, join! Wat was het? ESC. Dan, ik ga Champions spelen. Dat is fijn, moet ik daar zijn, de zweter zijn. Sweet. Uit. Ik had al zo'n... Hahaha, die was sweet. Uit. Sweet. That it shows, I like the smiling when I'm alone. Cause you know you're not alone. Cause I've been smiling too, and so have you. So grin and let it go. You should take a day off. You should take the weight off. Yeah. What you always wait for. You should show your teeth more. You should just. You should take a break and just smile. Smile. Sorry jongens en alle fans die jullie af en mee niet meer konden zien. Ik weet dat jullie houden van me, maar ja, ik moest even mijn mic uitzetten in. Ja jongens en alle fans, jongens. Maar wat, je moet... Maar ik heb toch van een manager toegewezen. Fijn blam man. Je dacht helemaal lekker. Sam. Dan zijn nu je prediction, dan zijn nu je prediction. Moet ik even weten wat je jankt, hé? Oh, fuck. Dit kindje heeft... What the fuck is die kat te halen, man? Nee, nee. Dit is het einde, man. Nee.
Production 28.000. Ach, die manneke, want die... Maar echt, ik heb al de vlammer dat hij is, heel waarschijnlijk. Dit keer maar echt, ja, kwestie, man. Man op de aard, man. Maar echt, man, dat kan toch niet meer, die manneke. Maar echt, het thuisteam gaat met deze elf aan de wedstrijd beginnen. Enig Militao. Een schietje. Dennis Zakaria speelt. Zakaria. Maar echt, man. Samen met Dirk Kuyt. En bij balbezit zijn alle ogen gericht. Ja. Deze twee. Maar echt. Wat gebeurt er? Oh ja, die moet erin. Al weggewerkt. Maar echt, man, is zo fucking lucky, manneke. Eigenlijk, ze weten niet of ik zwart of wit ben, dus... Maar echt, dat kan toch niet meer, man. Maar dat is crazy, man. Hier is ze in de pad goal, manneke. De eerste doelpunt is gemaakt. Ha, vind je zaad? Zaad? Haha, waar was hij? Manneke wel zwaai, man. Oeh, Zand. Ja, het kan er nog. Wolfen. Maar echt, bro. Ze komen opnieuw in. Hou dit, broski. Pull that uit. Ja, die moeten erin. Haha. Wat? Wat? Manneke. Manny, man. Hier is hun de penalty. Ha, man, dat. Man niet, maar... naar de andere partij. Wat gaat de scheidsrechter hier doen? Van, nu had hij weer een fucking goal scoren, Marvin. Je trapt erin. Oh, dat doet hij mooi, zeg. Haha, gezend. Je bent gestuurd naar het kakkeland. Ja! Maar echt, die manneke, maar fucking kut, kindje. Maar hoezo wist ze dat ook? Oh, manneke, Zakaria, manneke. Bal naar Haaland. Maar ja, is hij daar weer, Haaland? Maar echt, die man, what the fuck, man. Lekker vandaag. De voorsprong groeit nu naar 3. Deze zweet er, man. Half van de game was. Oh! 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 Molly! Molly is pannen gezet, iemand! Maar ik heb al zwaai! En dan, Musiala. Maar wie is dat? Lijkt een mooie paas. Maar bro, dat is zo fucking lucky, man. Haha, morgen raak ik hem voor binnen. Hier komt Sully in je bellen. Haha. Maat! Maat, die man! De bal prima weg. Haha, gezend door Musiala. Haha, hier komt Salah. Mohamed Salah. Maar echt, man, en nu? En kijk nou mijn joysticks, man, weet wat ik ga doen. Dat is een gevaarlijke steekbal. Maar ah, nee. Maar ja, juist ja. Hoe is het mogelijk? Waar haal je zo'n afronding vandaan? Onvoorstelbaar, acrobatisch. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Alle wegen leiden naar Ter Stegen. En dat was toch een enorme kans. Voor het doel gegeven. Is er een tegenstander bij? Een hoekschop. Die bal werd aangeraakt. En weer een doelpunt. Ze gaan maar, Tori. Whoa!
waiting. Anything you want, better start the chasing. Listen, cause you better live life and stop gazing. Go be where you want, no procrastinating. Why are you waiting? Every day you know you're tired of the same thing. Time now weird, so what time you wasting? Life's gonna be only what you make it. Don't lose sight. Your wrong's only gonna make you do right. Keep on going, you fight. No, you never stop. No, you never stop. Don't lose sight. Your wrong's only gonna make you do right. Keep on going, you fight. No, you never stop. No, you never stop. Get off the platform, get on the train. Check, check, this is what me say. No matter drop the button in a the relay. No tell me about tomorrow, deal with it today. Do it for yourself and unlock success, I give it. Hey. So tell me why you waiting, why you waiting. Food I share out and a pot you scraping. Why you waiting, tell me why you waiting. Gonna make no moves, I wonder why nobody narrates him. Ze gaan wisselen nu de bal uit het spel is. Sven Koems plaatst de bal in de 16. Nee, er zit iemand bij. Nog 8 minuten van de 90 te gaan. Er zijn opties aanwezig voor een counter. Die moet erin. Knap tegengehouden hoor, door de keeper. Hoekschop wordt voorgegeven. Die bal wordt nu weggewerkt. Van Gent die profiteerde van de ruimte op de vleugel. Voorzet naar de speler bij de tweede paal. Nog 6 minuten reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Verspeelt hier de bal. Blijft aan de bal. Voorzet gaat naar het midden. Goed weggewerkt die bal.
dit moet hem worden. En dat is de aansluitingstreffer. Net voor tijd. Wordt het toch nog spannend. Ja, dat mag je wel zeggen. En er zijn nog geen mogelijkheden. De woede van de trainer kan ik wel begrijpen. Moet je nou toch zien. Als je op die plek de bal inlevert. Ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om problemen. Als trainer is het tijd om te wisselen. Nielsen. Daar is Van Aken. Ja, ze frustreren hun tegenstanders door het balletje laat in de wedstrijd op eigen helft rond te laten gaan bij die voorsprong. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Ja, doelpunt! Ze maken er laat in het duel nog één. En daarmee verdubbelen ze de voorsprong. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Sven Kums. Goed ingeschat hoor, die bal. Balverlies door de tegenstander. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel komt dribbelen. De bal eindigt bij de tegenstander die hem rustig kan verwerken. Kunnen ze dit snel uitspelen? De verdedigers schakelen niet snel om. Voorgegeven bij de eerste paal. Oh, mooi, zegt die reflex van de doelman. Maar hij had heel weinig tijd, zie je, om op die inzet te kunnen reageren. Goed gedaan. De bal komt voor het doel. Nou, het gevaar is nog niet voorbij. Deze werken ze weg. Einde van de derby. Zegen voor de bezoekers. En ja, als we dan eens kijken naar de score, dan is... Die moet erin. Knap tegengehouden.
En ze gaan wisselen nu de bal uit het spel is. Ja, in gelijke stand zitten ze niet lekker. Ze willen winnen. Wat kan deze invaller? We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. En weer balbezit. Deze tackle loopt goed af. Legt Benita slim de ruimte en rukt op over de vleugel. Schot makkelijk gestopt door de keeper. Die geruchten over een nieuwe aanwinst voor Chelsea blijken niet uit de lucht gegrepen. Ze zijn inmiddels bevestigd. Nou, absoluut. Ze mogen blij zijn dat ze zo'n enorm talent hebben weten te strikken. En ze scoren! Ze maken het openingsdoelpunt. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Goldberg. Ze heroveren de bal. Kasper Dolberg. En veilig weggewerkt. Nee, die speler was nog niet helemaal teruggekomen. De paas werd al gegeven, maar de ontvanger stond nog in buitenspelpositie. Ludwig Augustinsson. Kasper Dolberg. Ze komen nu dichterbij. Die bal in de ruimte gespeeld. Deze aanval is zeker niet voorbij. De bal niet kwijtraken daar. En balverlies. Kasper Dolberg. Op eigen helft de bal veroverd. Anderlecht op zoek naar doelpunten. Nee, die aanval strandt nu al. Bal bij de tegenstander. En misschien een counteraanval. Op het doel. Nee, geen goal. Nee, ongelooflijk. In het Engels, no goal. Dat had gelijkmaker moeten zijn. Maar het was natuurlijk ook een schitterend moment in de wedstrijd om de bal in te leggen. Maar hij verzaakt. Wat een dure missen. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. We zijn in de slotfase van de wedstrijd aanbeland. En de supporters hier steken de thuisploeg nog maar eens een hart onder de riem. Ja, dat hebben ze nodig. Net als een doelpunt. En snel ook. Een goed uur gespeeld. Nog een half uur te gaan. Op weg naar het doel nu. Hij grijpt in en verijdelt die aanval even lucht. Hij krijgt hulp. Kasper Dolberg. En hij komt eruit met de bal.
Doelpunt, ja. De nul is van het bord. Knap gedaan. Dit is nog eens omschakelen. Hè? Dat is goed te zien in de herhaling. De aanval van de tegenpartij wordt onschadelijk gemaakt. Dan binnen de kortste keren is de bal bij de man voorin. En alleen voor de keeper, ja, die beschikt over een mooie techniek. En kijk eens hoe hard hij de bal dan erin schiet. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Thomas Delaney. Kasper Dolberg. Heel goed druk gezet. Ze hebben de bal. Kasper Dolberg. Ja, alweer een doelpunt. Koekoek. Nou, dat is wel heel kort achter elkaar. Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, en als de bal dan wordt overgenomen. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Gered. Oh, wat een enorme kans was dit, zeg. Maar wat een makkie voor de keeper. En daar gaat Club Brugge weer. Toch niet. De tegenstander heeft de bal veroverd. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. De bal is ingeleverd. Dolberg. Dolberg. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Die moet erin. Zo wat mooi, hè. Die doelman heeft geweldige reflexen. Ja, zo'n kans hoort er natuurlijk in te gaan, maar de doelman staat er ook niet voor niets. Op de hoekschop in het midden. Ik denk dat hij deze bal verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ik weet het wel zeker. Ludwig Augustinsson. Holberg. Hij rukt verder op. En ze krijgen de bal weer. Hieruit kan een counter voortkomen. Hij onderschept die bal. Ontsnapt als het directe belager nu. Buitenspel, zo luidt het vonnis van de arbitrage. En opnieuw wordt de bal weggegeven. Dolberg. Achter de linies gestoken. Maar de aanval loopt op niets uit. Een uitgekiende steekpaas. En dat is de aansluitingstreffer. Net voor tijd wordt het toch nog spannend. Ja, dat mag je wel zeggen. Er zijn nog geen mogelijkheden. Het lijkt achterloos, maar het is zo subtiel. Die steekpaas, ja... Dat is echt om van te genieten. En daarmee wordt de goal gecreëerd. En vervolgens heeft die speler de keuze uit verschillende opties. Maar ja, oké, dit lijkt me helemaal prima hoor. Zelf op doel schieten en dat doet hij met zoveel overtuiging dat de keeper niets in de melk te brokkelen heeft. Nu is hij hem kwijt. Nog 5 minuten te gaan met deze voorsprong. 1 doelpunt verschil, maar dat is genoeg. Kasper Dolberg. En weer een aanval van Anderlecht.
Maar hij wordt knap verdedigd en de dreiging is verholpen. Dit is misschien wel even de laatste aanval om de wedstrijd te redden. Oh, een kans van korte afstand. Geweldig gepakt door de doelman. Wat een save. De bal wordt weggewerkt. Alle lof voor de keeper die de voorsprong intact weet te houden. Bijna was het zo laat in de wedstrijd toch nog gelijk geworden. Goeie tackle en bal terug in bezit. Vrije trap, toegekend aan Anderlecht. En dan kan een speler van de bank proberen indruk te maken. Nee, hij raakte Menno van Kier. Die ligt nu in de patatzaak naast het stadion. Totaal mislukte vrije trap. Ja, maar van die afstand is het natuurlijk ook heel moeilijk, hè? Om tussen de palen te krijgen. En weer in balbezit. Hij blijft richting doel marcheren met die bal. Vrije trap op een interessante positie. Och, jongen. Neem hem dan niet. Nou ja, misschien raakt hij hem totaal verkeerd. Laten we het daar maar op houden. De scheidsrechter fluit. Het is voorbij. De thuisspeler, de ploeg verliest. Ik vond de wedstrijd wel in evenwicht. En uiteindelijk is het verschil op het score natuurlijk ook helemaal niet groot. Met een beetje geluk hadden ze deze nederlaag kunnen voorkomen. Maar helaas, geen punten vandaag. En dan gaan ze wisselen. Tijd voor een verse speler. Nou, ik ben benieuwd of deze speler voor de beslissing kan zorgen. Een inworp. We hebben inmiddels een uur gespeeld in deze wedstrijd. Hij komt verder richting doel. Eens kijken of het wat gaat worden. Voorzet wordt gegeven bij de tweede paal. Hey, hupsa, weg met die bal. Nou, Manchester City had zijn nieuwe aanwinst al een tijdje op het oog. En nu hebben ze dus een handtekening. Fijn dat het nu officieel is, want dit is een speler waar ze nog veel profijt van zullen hebben.
Ik zie hier mogelijkheden voor een counter. Zien zij ze ook. Ze hebben de bal terug en nu tempo maar. Ze zijn nog niet helemaal uit de penarie. Richting het centrum met de bal. Komt hij? De eerste van de wedstrijd zit erin. Doelpunt. Best aardig ingeschoten hoor. Daar niet van, maar ja, de bal in de korte hoek moet gewoon uiteindelijk voor de keeper zijn. En ik denk dat die nu flink staat te balen. Heel slordig die bal uit laten gaan. Daar gaat Club Brugge weer. Nou, die mag er best in hoor, als gelijkmaker. Ja, daar is de gelijkmaker. En zo stelt hij heel snel orde op zaken. Na die tegentreffer van daarnet. Ja, de verdediger doet er alles aan om die kans zo klein mogelijk te maken. Maar toch houdt die speler het hoofd koel en dan gaat hij er fraai in. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Die tackle was niet volgens de regels en dus solliciteert die speler hier naar een gele kaart. Hij stoomt verderop. Hij zit er bovenop. En dan loopt hij hem buiten de lijnen. Ik heb niet zo ingezet. Hij krijgt daar geen ruimte. Hij komt nu dichter in de buurt van het doel van de tegenstander. Deze paas wordt onderschept. Dit is Nasser Chatli. Hier moeten ze de leiding nemen. Van de bal gezet. De fans hier op de tribune doen een poging hun ploegen te steunen voor de laatste fase. Ja, beide teams moeten op zoek naar een doelpunt om deze wedstrijd alsnog te winnen. Die aanval begint erop te lijken. Komen ze alsnog op een voorsprong? Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Ze komen naar voren en zoeken naar een opening. Een counteraanval behoort nu tot de opties. Einde balbezit. En hij zit ertussen. Hij blijft richting doel marcheren met die bal. En dan komt de voorzet. Zo moet je natuurlijk niet met je kansen omgaan. Veel te ongecontroleerd allemaal. Schiet die paas. Waarschijnlijk een ultieme poging om alsnog die wedstrijd te winnen. Ja, die bal geeft hij mooi. Nee, nu is het buitenspel. Die speler komt gewoon te snel in actie. Natuurlijk. Het is hartstikke moeilijk met zo'n verdediging die ook niet altijd staat te slapen. Ja,
Niks mis met de steekpaas. Alleen ging de beoogde ontvanger te vroeg weg. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Maar het balbezit gaat over naar de tegenstander. We houden ermee op hier. Voor beide teams was het een lastige pot. Soms dacht je, de ene trekt de wedstrijd naar zich toe, soms de andere. Maar uiteindelijk waren ze echt aan elkaar gewaagd. Desalniettemin was er genoeg te zien. Hè? Beide ploegen hebben ervoor gestreden. Maar soms is dit nou eenmaal de uitkomst van een wedstrijd. Nou, die mag er best in hoor, als gelijkmaker.
pidió que me soltara. Ey. Mi chica es por los aires en el G. El cuca es AM. De fabrica el piquete. Va llegando el billete. No me fijo cuánto es. Ni sé cuánto me até. Solo sé que. En París como el PC. Los diamantes de Leo se ven. Calladita pa' que tose. Pasaporte, cada canción que tiro es un éxito que rompe. El noviecito tuyo ayer se me puso. Me dijo que estoy rica, que no hay compe. Por el 305 vacilando en el Ferrari. Nos bajamos el live y activamos el party. Estamos legales, no apaguen la no. Estamos legales, no apaguen la bichota de por los aires en el G. El AM, de fábrica al piquete, va llegando el billete. No me fijo cuánto es, ni sé cuánto me até. Solo sé que en París como el PC. Los diamantes de Leo se ven. Calladita pa' que tose. Estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo sabes que tú, mami, se le viran los ojos. La miro y se él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te te subo a la altura, tú dime y te recojo. Ella a manejar me dejó. Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo. Yo estaba desde que era menor. Por foto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de más del me pidió pausa cuando iba por el por el barrio con la quinco. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la paga. A la que esto se apaga. Está llamando mi atención porque quiere que le tú, mami. Se le viran los ojos. La miro y se él pinta labios rojos. Esa cintura suelta. Baby, si yo te te subo a la altura, tú dime y te recojo. Cuando algo está para ti es inevitable, bebé, tus ganas son notables. Vamos, como si no hubiese ni televisor ni cable. Esa mirada es la culpable, no están mirando, vámonos. Medio no lo pienses mucho y por su cara se ve que se. Los vecinos mirando y el balcón abrió. A mí me encanta cuando pone cara mala. Me rellena los hasta de él. La sala estaba enfocado en yo, tú, mí. Cuando yo siempre me pide, yo nunca paro. Y a ella le gusta él. La tengo loca con él. Solo hace cuando mirando la yorda.